Goedemiddag allemaal. In deze video wil ik nog het een en ander laten zien wat je moet doen om de hardware goed aan de praat te krijgen van de HOK 4. Dus als je een HOK 4 wing hebt, in combinatie met je laptop, hoe zorg je ervoor dat de faders goed met elkaar werken? En hoe zorg je ervoor dat je de DMX of dat je Artnet uit de HOK 4 krijgt? Nou, waar zit het allemaal? Ik heb mijn wing eraan gehangen, die heeft ook een aparte voeding nodig. Op het moment dat ik die aangang heb, werken meestal de programming buttons wel. Dus deze buttons zie je al oplichten, maar de faders niet altijd. Nou, krijg je nou goed aan de praat. Je gaat naar setup. Dan ga je naar je control panel, naar je wings toe. Nou, hier zie je je playback bar. Dat is deze bar die je hier ziet. Die moet je koppelen aan de fysieke faders. Die kan je hier je docking assignment kan je doen. Nou, als je die wing eraan hebt hangen, komt hier ook je wing tevoorschijn. Dus kan je daar je wing kiezen. En op het moment dat je die gekozen hebt, kan je hier rechtsachter kan je dock kiezen. En op dat moment zijn de fysieke faders van je wing verbonden met de faders die je hier in software hebt. Dan werken ze dus goed met elkaar. Dat moet je sowieso doen. Nou, wat moet je verder nog doen om er DMX uit te krijgen of Artnet uit te krijgen? Dan moet je nog de universes mappen. Nou, waar zit dat? Ik ga naar setup. Ik ga naar netwerk. Ik ga naar mijn processor toe. Naar settings. En hier naar mijn output. Nou, hier kan ik een mapping toevoegen. Dus hier kan ik bijvoorbeeld zeggen, ik wil universe 1 tot 4, wil ik mappen naar bepaalde outputs. Dat kan bijvoorbeeld naar Artnet zijn, of naar SACN, of allebei tegelijkertijd. Op het moment dat je de wing eraan hebt hangen, kan je ook de widget aanklikken. En kan je dus de fysieke DMX poorten die je in de wing zitten, die kan je dus ook koppelen aan de universes hier in de software. Nou, als ik bijvoorbeeld Artnet kies, kan ik ook oké kiezen. Ik heb nu geen hardware eraan, dus nu komt er geen Artnet uit. Maar anders zou je dit driehoekje niet zien hier zo. En hier kan je natuurlijk ook de poorten veranderen. Dan kan je zeggen, nou, ik wil toch een ander subnet of een ander universe wil ik uit gaan sturen voor lijn 1 tot mijn 4. Dat is eigenlijk hoe je doet. Dus add mapping. Nou, hier kan je meerdere universes tegelijkertijd kiezen. Als je je fysieke wing eraan hebt hangen, kan je deze widget ook aanklikken. En op die manier kan je dus je fysieke DMX poorten van je wing kan je koppelen aan de lijnen in de software. Nou, en als je hier alles klaar hebt, druk je op apply. En dan is dat gekoppeld aan elkaar. En krijg je of DMX eruit of Artnet eruit. Nou, en voor de volledigheid, Artnet moet je natuurlijk wel draaien met een netwerkadapter die in de 2 of in de 10 range zit. En je bijbehorende node die weer DMX maakt, moet ook in de 2 of in de 10 range zitten. SACN is dat iets minder kritisch. Maar dat gaat natuurlijk ook wel over netwerk heen. Dus je moet wel een netwerk hebben draaien. Dat over het aanleggen van de fysieke verbindingen, dat je wing goed werkt met software en dat je Artnet of SACN uit kan sturen.